Vandaag kijken we naar de meest nutteloze uitvindingen ooit. En we beginnen met een wc. Met vuur. Wat? Dus als je gepoept hebt, dan... wacht eens even. Ik ben even sprakeloos, mensen. Wat is dit voor een ding? Oké, dus het valt in de wc. En dan wordt het verbrand. En dan krijg je as. Maar dit gaat zo erg stinken. Even serieus. Dit kan toch niet goed zijn? Ik geloof niet dat dit goed werkt. Hier knipt iemand een driehoek uit zijn gordijn. Waarom zou je dat doen, meneer? Even serieus. Dat is toch zonde van het gordijn. En hij doet hem naar beneden. Ja. En nu? Wat gebeurt er nu? Oh, je hebt een driehoekje op je, of op je kast liggen. Ja. Dan doe je de pizza erin. En... Oké, maar dit is helemaal geen nutteloze uitvinding. Dit is gewoon een goede foto maken van je pizza. Ik denk dat ze dit bij bijvoorbeeld Domino's ook zo doen. Ik weet het wel zeker. Zo maken ze die goede foto's. Wat is dit? Een piramide die je opblaast? Oké, wat heb je hier aan? Oh, wat? Oh, dit zijn harmonica's die erin zitten. Oké, ja, dit is natuurlijk helemaal nergens goed voor. Maar je hebt wel de hele dag een lekker vrolijk harmonica geluidje op de achtergrond. Ik zou echt zo'n gast zijn die dit koopt en dan neerzet in zijn woonkamer en er de hele dag naar luistert. Deze mevrouw heeft een manier bedacht hoe dat ze zelf een home trainer kan maken. Dus dat je zeg maar kan rennen, dat heeft zij uitgevonden. Hoe dat je dat zelf maakt. Oké, laten we eens kijken. Laat maar eens zien hoe dat je dat doet. Wat? Doet zeep en water op de grond? Nee joh, gaat ze nu gewoon rennen? Hou op. Gaat ze dit echt zo doen? Nee. Nog meer zeep erbij. Ja, maar dit ziet er toch niet uit. Even serieus. Ja, maar dit is echt een domme uitvinding. Kijk dan ook even hoe erg ze haar best doet aan het einde. Want ze glijdt gewoon bijna uit. Mevrouw, ik zou gewoon een normale home trainer gebruiken. Neem een sportschoolabonnement. Dit is een apparaat waarmee je jezelf kan laten lachen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat dit precies inhoudt. Het ziet er... Oh. Ja hoor, is goed. En als je dan niet wil lachen, dan doe je zo. Ja, het is wel leuk bedacht. Maar ja, wat heb je eraan? Helemaal niks. En weet je waar je wel wat aan hebt? Liken, want dan krijg je een hele vette animatie. Probeer het maar eens. En abonneer even, want ik wil nog een playbutton. Deze man heeft een fiets gemaakt. Oké, dat ziet er goed uit. Hij werkt heel erg goed volgens mij, of niet? Ja. Nou, dat gaat best wel lekker. Oh. Oh, dit is echt zielig. Hij heeft waarschijnlijk echt super lang gewerkt aan deze fiets. Dit maak je niet zomaar natuurlijk. En dan maakt hij even een testritje en dan bam. Waarom maakt dat deze video grappiger? Of ik ben gewoon heel gemeen. Dat kan ook. I invented this circulating heating aid bed. Ja, een bed heeft hij gemaakt. Wat? Nee, hou op. Dit is natuurlijk gewoon een grap. Dan ga je erin liggen en dan moet je dus vuur stoken daaronder. En dan heb je het altijd warm. Ja hoor. Nee, dan verbrand je. Als een kippenbout. Je ziet het ook als deze man erin gaat liggen. Dit kan nooit lekker. Liggen mensen, even serieus. En hoe krijg je hier überhaupt lucht in? Dat is ook niet geheel onbelangrijk. Deze man zijn voorlamp is kapot en het leek hem een goed idee om er een zaklamp aan vast te tapen. Nou, in principe denk ik wel dat dit licht geeft, maar dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, meneer. Als ik jou was, zou ik naar de garage gaan en het laten repareren. Dat lijkt me een betere optie. Ik denk niet eens dat dit mag. Ja, dat weet ik trouwens wel zeker. Hiermee mag je toch niet de weg op. Maar op zich, het is wel een creatieve oplossing. Wat is dit nu weer? Deze vrouw heeft een USB-stick op de nagel en dan heb je altijd een USB-stick bij. Yeah! Ik vind dat er gewoon niet uitzien. Dat is alles. Ja, ik weet niet. Je kan bijvoorbeeld ook een USB-stick in je zak doen en meenemen. Wat is dit nou weer voor een uitvinding? Wat? Oké, dit is gewoon cool. Dit is dus een stoel die ze op een aanhanger hebben gemaakt en die draait super hard rond. Ja, meer is er eigenlijk ook niet te vertellen. Maar deze man blijft toch steady zitten, hoor. Oké. Ja. Hij houdt het echt goed vol. Ik was al lang aan het kotsen als ik in deze stoel had gezeten. Maar goed, deze man is gewoon een legend. Hij houdt het vol. Oké, iemand schenkt hier een glas in en dan gaat het wel langs. Oh nee, dit is een heel erg groot probleem. Dit heb ik ook wel eens, dames en heren. Geloof het of niet, YouTubers spillen ook wel eens iets langs een glas. En oké, hij is iets aan het maken met karton. Is hij nou een hele uitvinding aan het maken, zodat je niet langs je glas schenkt? Even hoor. Oké, je hebt het dopje dus. En dan kun je op deze manier kun je je glas cola vol laten druppelen. Het duurt alleen wel een uur, maar dan weet je wel zeker dat er niks langs je glas gaat. Wauw, wat een uitvinding. Ongelooflijk. Deze meneer heeft de hoogste motor ooit gemaakt. Kijk eens even, maar hij lijkt niet echt vooruit te komen of zo. Oh, ze staan er ook allemaal onder bij die wielen. Oké, dus ze hebben gewoon een motor op palen gezet en zij moeten die motor voor uitduwen. Of hoe werkt dit? Werkt het echt? Dan zou het heel erg vet zijn. Anders dan, ja, wat heb je eraan? We hebben hier een tiny house en in een tiny house heb je natuurlijk niet veel ruimte. En daarom heeft deze man een schommel gemaakt met daarboven een setup. Even hoor, dit is wel, ja, slim op zich. Als je echt geen ruimte hebt voor een setup, kan je dat natuurlijk zo doen. Maar, oh, wat heeft hij met zijn computer gedaan? Huh? Dit ziet er toch niet uit, mensen. Dit is ook helemaal niet goed voor die computer. Er komt superveel stof in op deze manier. Hij wordt niet cool. Oeh, ik weet niet of dat dit een slim idee is. Maar goed, hij gebruikt het wel om lekker te werken. Weet je, als het werkt voor deze man, waarom ook niet? Ik ben gewoon blij dat ik genoeg plek heb voor een bureau. Want dit zou ik niet willen. Deze persoon dacht dat het een goed idee was om een winkelwagentje te stelen en om hem permanent in zijn auto te monteren. Even hoor, ik vind dit er zo niet uitzien. En stel, je moet nou iemand meenemen in deze auto, hè. Waar gaat hij zitten? In de winkelwagen? Kom op, het is geen Fortnite. En dit is een toilet
van 6 miljoen euro. Even hoor, als je dit soort dingen gaat kopen, dan ben je toch helemaal de weg kwijt. Wat heb je hieraan? Dan zit je elke dag op goud te poepen. En ik denk dat je daar zelfs het goud nog minder waard mee maakt ook. Want als je dit omsmelt, dan gaat niemand ooit een gouden ring willen die afkomstig is van deze wc. Toch? Dit is echt een hele zieke gadget, mensen. Deze kan je dus in je broek doen. En dan kan je stiekem drinken overal mee naartoe nemen. Wauw, wat een uitvinding. Deze verdient een applausje. Dit moet ik hebben. We hebben hier een föhn en er staat bij dat een normale föhn heel erg weinig kan. Dus deze man heeft een föhn uitgevonden die je als handtas kan gebruiken. Oké, je kan het ding in opslaan. Het heeft een zaklamp, ja. Kom op. En het heeft een Bluetooth speaker. Ja, heel erg vet allemaal. Maar even serieus. Denk je dat je hiermee op een festival naar binnen komt? Ik weet wel zeker van niet. Oh, ik zag laatst al een video van iemand die een ronde basketbal ge-3D print had. Maar nu heeft iemand dus een vierkante gemaakt. En oh, kijk dan. Hij werkt voor geen meter. Ja, dat was echt een nutteloze uitvinding. Maar in principe is het wel leuk voor in Minecraft. Dat zou heel gaaf zijn. Oh nee, haar kleine teen past niet in haar hak. Dus wat doe je dan? Dan maak je hem roze, want dan valt het niet op. Het valt nog steeds heel erg op, mevrouw. Mevrouw, als je kijkt, sorry, maar dit is misschien wel de meest domme uitvinding die ik heb gezien in deze video. Dit kan je niet eens een uitvinding noemen. Deze gast heeft hier een bak met roker in. Oké, en hij doet zijn schoenen in die bakken. Oké, dus hij doet 1 schoen in de linker, 1 schoen in de rechter. Ja, en dan doet hij de bak dus dicht. Oké, en dan moeten die schoenen dadelijk een kleur worden of zo. Oké, hij haalt het eruit en... ja, deze schoenen waren dus wit, maar dit ziet er echt niet nice uit, meneer. Wat dacht hij ook dat er zou gaan gebeuren? Wat is dit? Een scooter. Oké, hij zit aan het handvat en daarmee spoel je de wc door. Oké, dit moet ik hebben. Ik zou het dus echt super cool vinden als ik een wc heb die zo werkt. Even hoor. Dit is gewoon origineel. Niemand heeft dit. En je moet ook nog eerst aan de sleutel draaien. Ja, wat een topuitvinding. Niet normaal. Dit is een broek met doorzichtige zakken. Ik vind het er op zich nog best wel fashionable uitzien hoor. Het enige ding is dat zakkenrollers en eigenlijk iedereen gewoon precies kan zien wat je bij je hebt. Kijk, hier zit bijvoorbeeld geld in een broekzak. Maar stel er zit briefgeld in of zo. Ja, dat maakt het natuurlijk super aantrekkelijk om dat te stelen. Maar ik vind het wel vet. Ik heb het nog nooit eerder gezien. En hier hebben we een wc waar je gewoon lekker kan kletsen met je vrienden terwijl je aan het schijten bent. Wauw, wat een uitvinding is dit. Dit wil ik hebben, maar dan wel met zo'n motor doorspoelknop erbij. Dat zou het echt helemaal compleet maken. Hier was iemand te lui om een muur te bouwen. Of hij had gewoon niet genoeg geld om een muur te bouwen. Dat kost natuurlijk heel erg veel centjes. Dus heeft deze dame besloten om gewoon een gordijn op te hangen met allemaal stokjes. En nu kan je eigenlijk dus gewoon naar de andere ruimte kijken. En ze hebben dus ook een deur erin gemaakt. Ja, het ziet er heel erg apart uit. Ik vind het niet echt een uitvinding of zo. Maak gewoon een muur, dat is tenminste mooi. Dit is een slaapzak waar je in kan lopen. En dit vind ik nou echt een goede uitvinding. Dit gaat heel erg stom klinken. Maar ik zit dus best wel vaak vast in mijn slaapzak. Ik kampeer regelmatig als ik naar een festival ga of zo. En dan zou het toch wel heel chill zijn als je op deze manier naar het toiletgebouw kan lopen als je moet plassen. Dan hoef je niet helemaal die plakkerige slaapzak uit. Ik vind dit een goede uitvinding. Deze trap is zo onlogisch. Ze hebben dus eerst het eerste gedeelte van de ladder. En die leidt naar een soort van glazen plaat. Vervolgens moet je daar opklimmen om nog 2 treden te lopen. En dan ben je er. Waarom hebben ze niet gewoon 1 lange ladder gemaakt? Ik snap sommige mensen echt niet. Wat is dit nou weer voor iets? Oké, je legt het in de wc en... Oh, dat zijn allemaal Stanley mesjes. Oh nee, oh nee, oh nee. Dit snijdt dus je poep als je gaat poepen. Genoeg internet voor vandaag. Klik hier voor uitvindingen die wel nuttig zijn. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!